Oké, we zijn aan de watertoren. Challenge 1 hier. We gaan opnieuw proberen zoals een van de vorige weken over de bak te lopen naar de overkant. Ik ga rustig beginnen, zie ik goed stabiel staan. Bar wiebelt een beetje. Zie dat je goed altijd stevig zit. Zo. Als je het je eigen moeilijker wilt maken, kun je ook proberen het elke sneller en sneller te doen. Maar zie wel dat je altijd veilig doet. Veel succes! Oké, okay, challenge nummer 2. Catlip en climber aan de paaltjes, aan de watertoren. Eerste, je kan een takje leggen om je afstand te bepalen. Stel voor als eerst een sprong dichtbij. Dus je springt, hup, zo snel mogelijk tot op het paaltje. Als dat is gelukt, neem je takje, leg je dat net iets verder weg. Je mag een aanloopje nemen. Hup. Catlip en tot op het paaltje. Proberen zo ver mogelijk te geraken. Als dat is gelukt en je wil jezelf nog verder uitdagen, kan je proberen vanuit stilstand catlip te gaan doen, climb-up te gaan doen tot op het paaltje. Veel succes! Hier is een klein beetje creatiefste met de barres. Het eerste dat je kunt gaan doen is vrij simpel. Hier droppen en goed zien te landen. Dan ga je springen met twee voeten langs één kant. Als dat is gelukt, ga je nu proberen om springen met twee voeten over de bar te gaan en terug te landen op die rand. Dat is soms een beetje eng, maar je moet zien dat je je voeten hup, hoog genoeg kunt krijgen, maar niet te ver dat je terug goed kunt landen. Oké? Okay? En dan kun je nog één en drie doen. Yes? Pas er zeker mee uit, maar je hebt er wel plezier mee. Ciao! Hè.